Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben, zoals je ziet, op vakantie. We zitten lekker buiten op het balkon. Sven die gaat altijd 's ochtends even fietsen en dan zijn Niels en ik gewoon met z'n tweeën. En vandaag denk ik dat we naar het strand gaan. Maar dan heb ik nog niet met Sven besproken, maar ik heb het bedacht. Dus gaan we dat doen. Dus dan neem ik jullie uiteraard mee en mee naar het zwembad, zoals ik vorige vlog beloofde. En ja, het is heerlijk. We zijn op Mallorca, mocht je de vorige vlog niet gezien hebben. We zitten in een heerlijk appartement / hotel. Het is een all-inclusive hotel. Nooit gedaan. Bevalt dus eigenlijk best wel aardig voor nu. Niet voor als Niels ouder is, maar gewoon voor nu is prima. En ja, ik ga me zo eens eventjes wat zonnebrand opsmeren. En dan gaan wij naar het ontbijt. En hopen dat Sven er al is, anders dan beginnen we met z'n tweeën. En dan heb ik altijd heel erg respect trouwens voor alleenstaande moeders hoor. Of ouders überhaupt. Alleenstaande ouders. Want dat is wel even een werkje hoor. Ja, een olifantje. Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Anders raak je de weg nog kwijt. En dan krijg je laatste spijt. Wij lopen in het dorp. Het is een blik bejaarden opengetrokken. Oh, we gaan blijkbaar nu naar de zee. Daar is de zee. Dus we gaan naar het strand. En dit is het. Hier is het strand. Best wel druk nog. Best ook wel wilde zee. Vind ik. Voor een baai. Best wel wild nog de zee voor een baai. Hij had het over daar, hè? Dat het daar rustiger was. Nou, dan gaan we daar toch heen. Zijn er bijna niet. Mijn man. Zeker even pakken deze op. De zee is echt heerlijk. Maar hij is er best wel veel. Niels vindt het leuk, maar ook spannend. En hij wilde die invalide car in, want dat is een auto, denk ik. Wij liggen lekker op het strand. Maar Sven en ik zijn toch allebei meer zwembadmensen. We vinden het, zeg maar, de zee leuk, maar overal zand vinden we allebei iets minder. En ja, ik heb dat altijd gehad, ook als kind. Want ik heb een hele droge huid en als ik dan in aanraking kom met zee, water, dan wordt het alleen maar erger. Waardoor mijn hele huid overal gaat jeuken. Maar ze hebben hier wel douches, dus net even gedoucht. En Niels loopt nu even lekker in zijn blootje rond. Ik had het wel, nou ja, het is toch de hele dag zit hij in zo'n luier. Dus ik dacht, dat is ook wel even lekker. Dus hij is nu in zijn blootje over allerlei stenen aan het rennen. Of tenminste stenen, een soort muurtje aan het lopen met Sven. Ik zit Na Zomer van Esther Verhoef te lezen en ook het boek van Anna Nushin On Top. We liggen nu lekker aan het zwembad met hier de babyfoon. Niels is nog niet wakker en die ligt inmiddels 2 uur te tukken, dus wij gaan hem zo wakker maken. Het is ook weer helemaal opengetrokken. Oh, lekker. Een stukje zon, palmboom. Ik weet het alweer bijna te filmen. Ik heb mijn salade al op. En dit is een vers stukje kip. En dan hebben ze echt een hele lekkere peterselie knoflooksaus. Maar gewoon peterselie knoflook en olijfolie. Love it. En dan aangepakt aardappels met uitjes. Niels die zit aan een klein visstikje. Ja, hè? En hij eet heel veel van die maïsbol. Dat vind ik heel lekker. De heren staan te douchen. En dan ga ik altijd eventjes spulletjes pakken. Voor Niels. Even kijken wat we aandoen vanavond. Een keer zijn bandshirt aandoen. Net. Even kijken. Grijs broekje. Rompertje. Zo.
En zij douchen ze altijd samen en dan zorg ik dat alles klaar ligt voor daarna. Dat is altijd een fijne verdeling. Want multitasking. Ondertussen heb ik zeg maar al gedoucht en me opgemaakt en alles. Aftersun. Zal ik nu een stuk even body lotion. Dat wissel ik een beetje af, omdat Aftersun heeft natuurlijk wel parfum en zo. Ook een luier. Spaanse luiers. Vind je ze wat anders, maar ze doen het prima. Dus dat is fijn. En dan gaan wij zo lekker uit eten. Het was echt een super lekker dagje. Het was echt heerlijk. Even kijken. Body lotion. Die is op zijn billen. Sunscreen cream. Het was echt... Ik zal het even laten zien. Het begon vanmorgen, tenminste Sven gaat altijd 's ochtends vroeg gaat hij racefietsen. En toen regende het. Het was op 6:30 vanmorgen, zo 7:00. Toen regende het, maar nu is het echt wel de rest van de dag is dit. Als je het een beetje kunt zien, strak blauw. Het is echt heerlijk. Ik moet mijn haar zo nog even doen. Ik wilde eigenlijk niet het water in, maar ik ben de glijbaan afgegaan en toen was het nat. Maar ik heb mijn haar nu niet gewassen. Ik dacht, ja, dat ga ik gewoon toch echt morgen doen. Oh, even weer licht erbij. Het gaat weer langzaam. Hij heeft echt kuren. Moet een nieuwe camera. Ik hoop dat het zeg maar alleen maar in mijn beeld is en dat jullie het niet zien. Nou, ik ga Niels uit de douche halen. Wij lopen richting het eten. Dit is wat ik aan heb. Dit was een jurkje. Ik heb nu tot shirtje gemaakt. Dat was te kort. En een broekje en sneakers. En we gaan eten. Wij zitten lekker op het balkon. Ik heb mijn make-up er al af. En het is tijd voor een ouderwets potje. Want ze praat zachtjes, want Niels ligt hier naast te slapen. Ik ga binnen, denk ik. Nou, zet je bol op. Heb ik een bol ook. Dat is mijn bol. Yes, ik mag beginnen. Goedemorgen, het is woensdagochtend. En het enige wat ik eigenlijk altijd doe 's ochtends is een heel klein beetje mijn wenkbrauw. Maar echt een klein beetje zeg maar, dat je de vorm ziet. Want het gaat er waarschijnlijk wel weer af in het water, maar het is gewoon een mentaal dingetje. En mijn wimpers. Want... ondanks dat ik mijn wimpers altijd verf, vind ik het toch eigenlijk ook altijd wel heel fijn om nou ja, mijn wimpers eventjes te krullen en er een beetje mascara op te doen. Zichtig, hè? Dus probeert dus zijn wimpers te krullen met de wimperkrulte. Zo, klaar! Hey. Mooi hoor! Ik zit nog in mijn pyjama, mocht iemand het zich afvragen. Ik doe het even binnen, want als ik het buiten doe, dan gaat Niels er met al mijn make-up vandoor. En nu kan ik dat nog een soort van reguleren. Ik gebruik altijd de Maybelline waterproof mascara. Want ik vind dat zij, zeker van de budgetmerken, de beste waterproof mascara's maken. Je moet wel even testen, want ze zijn niet allemaal. Maar ik heb nu de Lash Sensation, die is eigenlijk wel prima. Ik heb wel eens eentje gehad die nog beter was. Maar op zich, wat ik nu zelfs vaak doe... is dat ik hem gewoon ook ophoud 's avonds. Dan werk ik nog wel een beetje bij. Maar heel veel mascara's die lopen al uit. Of die zitten zeg maar helemaal aan elkaar geplakt. En dan doet deze niet. Dus zelfs als ik mijn haar was. Ik laat op pauze zitten. En dan doe ik er 's avonds nog een likkie overheen. En dan is het wel goed. Ja. Mooi hoor, lieverd. Mooie schoonheidstip. Hij is klaar, hij is klaar. Mama is ook klaar. Mama klaar. Klaar. Zo. Mama een beetje aankleden en kunnen we gaan, hè? Auto. De auto? Ja. Oh, waar gaan we heen dan? Niels is net wakker, maar hij probeert eerst voor zo'n half te slapen bij Sven.
is even bezig met stenen. Dat maakt hij zijn ijsjeswinkel van. Dat is hier uit straat. Ik ga voor espresso halen. Ja. Hij zit hier lekker. En, nou ja, Niels zit er gewoon een beetje bij. Tenminste, hij zit er niet bij. Hij zit ook echt op zo'n muurtje. Gewoon omdat hij hier met die stenen aan het spelen is. Maar goed, vanuit het circus. Dus dat zal hij wel weer fantastisch vinden. En het is echt zo, als hij het leuk vindt, vinden wij het ook leuk. Zo, wij zitten lekker bij het zwembad. Ik heb mijn badpak aan vandaag. En ik ben hypnose aan het lezen van Lars Kepler. Ik heb meer boeken van hem gelezen, tenminste dat is niet waar. Ik heb 2 boeken van hem gelezen en eentje in deze serie, of 2, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar hypnose is het eerste deel, dus daar begin ik maar eens mee. En Sven en Niels zijn in de speeltuin. Wij gaan altijd hier zitten, want dan zit je niet echt aan het zwembad. Het zwembad ligt hierachter. Hierachter zit dit gebouw is van de glijbaan, zeg maar. Maar dan zit je gewoon lekker rustig. En Sven en Niels zijn even in de speeltuin en die zit hier. Daar zo. Dus dan zitten we precies tussen de 2 dingen in. En hier zit je gewoon lekker rustig. Dus ja, vandaag neem ik jullie mee naar het zwembad. Ik ben altijd een beetje panisch met dit soort dingen. Met camera's en zo, als ik het niet in het zicht heb. Maar ik geloof dat het hier allemaal wel kan. Sven en Niels zijn aan het pilatesen. Vind ik hem altijd op zijn schattigst. Peruaanse poncho. Is van de Hema. Dus middags liggen we lekker aan de relaxpool. Als Niels zegt te slapen. Dan hebben we hier de babyfoon. En het huisje is daar. Sorry. Het zit wel vlakbij. Dit is de relaxpool. Oh. Je hebt nog een mooie zwembad, is de adult pool, maar die vind ik net iets te ver weg, want dan kan je niet, als er iets is, ben ik nu binnen een minuut nog niet eens bij hem. En daar moet je wel even een paar minuten lopen, dus dat, maar die is echt heel mooi. Maar misschien film ik die nog wel even. Is het allemaal weer goed? Oh, nog niet helemaal. Een mooie strik erin. Ga je zwemmen? Yay! Hij is inmiddels weer wakker van zijn slaapje. Tijd voor het zwembad. Dit is weer het kinderzwembad. Poes is heel speels. Ja. Deze 2 poesjes spelen met elkaar. Of met hun mama. Die gaan we ook zoeken. De mama poes. Mama poes. Zo, even de mama poes zoeken. Dat is een geit. Waar is de mama poes? Mama poes. Ja, gaan we die even opplakken, hè? Nou, succes. Dit is mijn outfit van vandaag. Dit glimmende shirt, echt 100 jaar oud, van de Hennes. En dan een broekje. En flipflops. Zo ziet het er binnen uit. Niels wil even op de bank zitten. Leuk tafeltje trouwens. Lampen. Ja, dat krukje wat je daar ziet, daar heeft Niels zijn vinger dus onder gehad. Of zoiets. Zoals elke lunch begin ik met een lekker bord salade. Wij lopen in het stadje. En er is waarschijnlijk een of andere festiviteit te zijn, dus daar gaan we even kijken. Het is van het festival van de toeristen of zoiets, moet niet gekker worden. Het is nu al 5:30, 6 en dan gaan we daarna gewoon eten. Oh kijk, zo, het Lego. Ze hebben hier dus echt, het is echt super groot, boven verwachting groot. Met allemaal echt heel veel winkels.
gaan even kijken. Ik weet niet of jullie op dat ding de temperatuur kunnen zien. Meestal lukt dat niet. 29 graden. Net stond er nog 27 op een ander ding. Maar het is lekker. Ik ben ook altijd benieuwd naar die cosmetica winkels, maar ik kan de Sven nog niet echt voor warm krijgen. Kijk, maar dat bedoel ik. We hadden dus net al een Lacoste winkel en nu hier Esprit. Dat is bizar. Ik dacht dat het heel klein dorp was, maar is het niet. Sven wil voetbalshirtje voor Niels. Ik ga even op zoek. Nou, dit is spectaculair. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het, het is echt, er zijn hier zoveel Duitsers. Ik denk dat dit allemaal straks pas open gaat. Maar ook dit is allemaal Duits. Niels heeft een Ibrahimovic shirt. Oh, daar gaan we op de thee. Nou, het moet echt niet erger worden dit. Ze gaan de hand. Oh, ze zijn ook best aan het dansen. Dat is top. Laat even filmen. En nu staat die rug hoor, die vindt het leuk. Ziet je dit? Mama Stein und Eisen, dit is toe. Wat een armoede. Nee, gek op alles is voorbij. En draaien we. Kaum 200-300 Leute seid ihr klasse. Bombe, wirklich. Also ich merke richtig, wie das hier hoch schwallt. Hier sitzt in der Dreimal, das ist ein enige Goeie an das hele Feld. Und snel weg. Niels heeft het draaibal gedaan. Nou, de kerkwerkjes zo leuk zijn, maar ik denk dat het gewoon Duitse avond is vanavond. Het is een toeristenfestival, dus misschien dat ze thema's hebben. Betere werk, rustig langs de zee lopen. Dit is een van de drie baaien van Moira. The last winner, we have the winner of archery, a ganador de tiro con arco, tira l'arc, bogey schießen, big applause for Sven! Applauso, Sven! It's coming, Sven! With a Swedish t-shirt! Swedish t-shirt for Sven! So come here, Sven! You are taller than Paulus! Goedemorgen! Het is zaterdagochtend en de heren zijn even een wandelingetje maken zodat ik even kan gaan inpakken. In ieder geval het grootste gedeelte, want we vliegen vannacht. En ja, vanavond ligt natuurlijk Niels gewoon te slapen en zo. Dus dan wil ik hem ook niet echt wakker maken. Ik heb een beetje een soort verkoudheid slash keel. Don't know. Maar ik ben alles weer, ja, leg niet op die handdoek op mijn bed. Ik had een extra laken gevraagd gisteren, want ik had het koud. En ze hebben wel dit soort dingen, maar daar kan ik niet zo goed tegen met mijn allergie. Alleen, en dat had ik dus gekregen, helemaal top. Alleen het is schoonmaakspeest, heeft het weer meegenomen, dus dat schoot lekker op. Maar goed, dus ik heb er gewoon twee badlakens overheen gelegd vannacht. Maar ik ben dus nu alles in dit soort zakjes weer aan het doen. En dan, nou ja, langzaam opruimen. Iedereen heeft zijn kleren en dat is altijd mooi, want ik denk dan meteen, oh ja, dat ga ik dan vanavond aandoen en dat zo meteen nog. Dus dat is het dan. Maar Sven die heeft dan, oh nee, dat niet over nagedacht. Dus die heeft nu iets heel anders aan. Dan wil hij vanavond nog iets anders aan. En dan morgen met reizen, zeg maar. Tuurlijk joh, pak het straks wel weer in. Nou ja, dus ik ben eventjes aan het inpakken. Ik ben nog helemaal voor die roltechniek. Let niet op mijn pyjama trouwens. Ik stapel zeg maar eigenlijk. Alles van één soort, dus dit zijn dan hemdjes, stapel ik ook op. En dan wordt het zo'n heel klein rolletje. De heren zijn in het zwembad aan het spelen. Ik ben net ook wel lekker met Niels in het water geweest, maar ik voel me echt niet helemaal lekker. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben, nou, je hoort aan mijn keel, ik ben verkouden. Ik voel me gewoon niet echt heel erg lekker. Gewoon op mijn lijf wat zeer. Dus ik zit gewoon in de schaduw onder een parasolletje. En ik heb dus net wel even lekker met Niels in het water gespeeld. En ik dacht nu van, nou Sven, take it away. Want
Ik ga gewoon even hier zitten en wat lezen en wat drinken. Ik denk dat ik zo misschien van paracetamol ga nemen en neuspray. Want we vliegen natuurlijk vannacht en ik heb altijd al last van mijn oren, dus misschien gewoon een goed idee om wat alvast te doen. Verder is het wel heerlijk hoor, laatste dagje. Niet dat ik per se al naar huis wil, maar nou, het is ook altijd weer fijn om thuis te komen, lekker meetjes te knuffelen. Nou, wil je dan nog een foto maken? Ik mag een foto. Vanavond gaan wij lekker uit eten, dus we zitten buiten voor de afwisseling. Dus we zitten hier lekker buiten. We zijn buiten aan het eten. We zijn een beetje als eerste. Het is nog wel een lopend buffet, maar wel zeg maar met al andere opties. Dus ik ben heel benieuwd. Het is allemaal Italiaans. Vitello tonnato, iets met mozzarella en hoe heet dat ook weer? Pan caprese, kwam maar even nieuw. Worst, kaas. Dat is de, onze tweede gang. Zeg, salade met peren? Nee, met peren. Ja. Proost. Oh, ik zal het even zo doen. Proost. We hebben lekkere pasta. Ik was al begonnen, excuse me. Maar inmiddels is de mini-disco begonnen. Dus we hebben Niels maar even achter YouTube gezet. Wat we eigenlijk nooit doen. Alleen maar in noodsituaties. Maar het leek ons nu wel handig, want hij stond nu natuurlijk weg. Dus hij zit nu lekker buurman en buurman te kijken. Kijk, een hele mooie maan. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Jullie zien mij waarschijnlijk heel slecht, maar... Ik liep net terug naar het huisje, omdat ik echt zo ontzettend verkouden ben. En het loopt gewoon uit mijn neus. Excuse me voor de details. Dus ik dacht, ik ga even neuspray in doen. Dan heb ik het pasje niet bij me. Oh. Goedemorgen, wij zijn in het vliegveld. Het is heel vroeg. Ik sta in het toilet en ik dacht, dit heb ik echt nog nooit gezien. Dit zijn zeg maar de wasbakken. Het is heel schoon ook. En dit, onder de droger. Briljant. Het is nu 5:30 's ochtends. Lekker begin van de dag. Een hele mooie zonsopkomst. En hier staat ons vliegtuig, maar we kunnen niet vertrekken, want het is te mistig in Amsterdam, dus dan kunnen we niet landen. Dus ja, we hebben weer vertraging. Die man had het over 2 uur, dus dat is top. Gelukkig waren we om schoenen, ja. Om veel te verpakken. En een kussen. 4:50 moesten we opstaan. En wat is dit? We hebben nog wel een boekje voor ons. Kukkeroe, ja. Nou, we vliegen eindelijk. Het is inmiddels 9:30. We zitten nu een half uurtje in de vlucht. We zouden om 7:30 vertrekken. Sven, met kinderen krijgt altijd een plek bij het raam. En Sven moet bij het raam zitten. Dus dit zit lekker bij Sven. En ik zit een boekje te lezen. Wij zijn weer thuis, home sweet home. Het is inmiddels bijna 2 uur. Mijn oom is net weg, die was er nog eventjes. We moesten heel lang nog wachten op de bagage en de buggy en zo. Maar we zijn er en daar ben ik heel blij om. Lekker met mittens geknuffeld. Ik ga nu langzaam een beetje uitpakken. Ik heb net boodschappen besteld die worden morgen bezorgd. Dus ja... De vakantie is voorbij. Het was echt een heerlijke vakantie. Het was echt boven verwachting. Want we hadden niet heel veel verwachtingen, wat ik al zei, van all-inclusive. Maar het was echt boven verwachting fijn. We hebben echt genoten. Ik ben nu echt heel gaar. Ik heb vannacht niet echt geslapen. Echt niet. Ik heb in het vliegtuig een half uurtje misschien een soort van half licht geslapen. Waarbij ik steeds zo van Sven schouder afviel. Maar Niels heeft het wederom fantastisch gedaan. Ook de terugvlucht echt weer supergoed. Geen kick gegeven. Hij heeft een stuk geslapen. Op een gegeven moment werd hij wakker van een meisje wat aan het krijsen was. En toen heeft hij gewoon rustig een beetje uit het raam gekeken. Toen hebben we stickers geplakt met hem in zijn stickerplakboek. En dan hebben we nog, heeft hij nog buurman en buurman gekeken. Dus hij deed het echt helemaal goed. Ik ben helemaal afgeleid. Ik heb nog niet gedoucht vandaag. Dus ik ga straks lekker douchen en wasjes draaien en dat soort dingen. Oh, en... Ach, nieuwe laptoplader is binnen. Voor wie mijn vorige vlog, of die vlog daarvoor, helemaal niet meer heeft gezien, die weet dat mijn laptop... er vlak voor de vakantie
mee uitscheid heeft, is ik kom er niet meer uit, ik heb niet geslapen. In ieder geval, die stopte ermee. En dat was heel fijn. Dus toen moest ik echt allerlei ingewikkelde dingen doen om nog op tijd een vlog online te krijgen. Gelukkig gelukt. Terwijl ik een nieuwe lader besteld, maar die kwam terwijl wij weg waren. Maar gelukkig doet hij het. Yes! Dus, ik kan straks lekker aan de vakantievlog beginnen. Dat ga ik morgen doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze vakantievlog. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doeg!